Ziekenfonds, 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 ziekenfonds. Allemaal ziekenfonds, patiënten, zuster. Geen particuliere patiënt meer te bekennen hier in de praktijk. Ik weet het, dokter. Zal ik de volgende patiënt wel binnen laten? Ja, dat is misschien wel een goed idee. Neemt u het maar even van me over en als u me nodig hebt, dan piept u me maar op, hè? Zoals u wil. Thank you, music lovers. Goedemorgen. Ah, goedemorgen, dokter. Nee. Ik ben de dokter niet, ik ben de assistent. Hoe je mijn vrouwtjes, dokter? Een teefje. Nou. Heeft u klachten? Ja, mijn grootsteentje lekt. Krijg je allemaal wel last van, hè, dat je grootsteentje gaat lekken natuurlijk, hè. U nog geen last van dat je grootsteentje lekt? Nee, is bij mij nog niet voorgekomen, nee. Hou je zeker je duim erop. Nou, kunnen we hier nog in zaken komen, hè? Ben u ziekenfonds? Ja hoor, ik ben ziek, u ook. Ja, dank u. Hoi. Ben u ingeschreven? Ja, bij het ziekenfonds. Nummer? Zet u? Nummer? Oh, 2. 2? Ja, daar was er nog 1 voor me. Welk fonds? Ziekenfonds. Nee, meneer, ik bedoel welk ziekenfonds? Oh, het ZF. ZF, ZF? Is u de kaart bij? Ja, ik ga nooit zonder huis, zonder van huis, zonder kaart. Ja, oh, dat is heel verstandig. Moet altijd de kaart bij u. Ja, anders raak je de weg kwijt. Zo is het. Ja. Nou, weet u wat? Gaat u daar even zitten, komt de dokter zo bij u, hè? Oh, dank u. Goedemorgen. Dag, mevrouw. Ja, gaat u daar maar even zitten. Dat u ziekenfonds. Ingeschreven. Toch is het een probleem. Mooi, ga u daar maar even zitten. Heb u nooit dat ze rauwe vis naar u toe gooien? AI lopt. Zal toch eens kopen van de week. Dames en heren, de Lolenstichters! Wilt u hier maar gaan zitten? Ik?
u dat u mij al in de gaten had. Bent u ziekenfonds? Ja, zal ik daar maar weer gaan zitten dan? Nee, gaat u maar naar de kleedkamer, dan kunt u zich half ontkleden en dan kom ik daarna wel even bij u om te onderzoeken. Maar ik kom niet voor mezelf. De eerste deur voor u links, naast de röntgen. Als u dat meteen even wilt doen, want we hebben het een beetje druk, begrijpt u wel? Er zijn een heleboel patiënten. Ik ga er meteen heen. Ach jee, de klok staat stil. De klok daar staat stil. Dat komt waarschijnlijk omdat hij een beetje zo staat. Ach, Van Beek, wil je onmiddellijk even komen? Wat is er aan de hand? Want er zit een man op de polykliniek, die heeft 3 weken geleden een rijksdaal erin geslikt. Waarom komt hij dan nu pas? Hij heeft dat geld nu nodig. Kom maar even mee, ja, dan zal ik je wel even helpen. Loop maar mee deze kant toe. Dokter? Dokter? Medicus? Dokter? Goedemorgen. Ja, hallo met mij. Nou, ze begrijpen er niet veel van hier, hoor. Die zijn hier allemaal knettergek. Ach, wie? Ja, het kan wel laat worden, dus lijkt mij het beste als we nou zo afspreken. Dan go! Goedemorgen, dokter. Morgen, dokter. Dokter? Ja, natuurlijk. Ik ben een arts. Hè. Dat dacht ik al. Ja, ik ben een arts met een hoed op. Ja. Een arts met een... Oh, ja. U bent specialist. Ja, ik ben van de voor de hoedmiddelen, ben ik. Ach zo. Ja, ik over. Zeg, ik werd vorige keer geholpen door een andere dokter. Oh, ja, die is er even niet. Die is even niet lekker geworden. Die heeft zijn eigen medicijn ingenomen. Die is even gaan liggen. Nee. Ja, dat is niet goed gekomen, nee. Wil u ook even gaan liggen misschien? Gaan zitten, bedoel ik? Nou, Stuart komt heel graag. Gezellig. Wat drinkt u? Ik bedoel, waar gaat het over? Nou, ik zal u vertellen, ik heb erg veel last van een schimbimpisvis ontsteking. Mooi. Wil u daarvan af? Wil u hem vergroten? Wat wil u ermee? Nou, ik wilde wel graag van af hebben. Ah, bon. Ja. Dan ga ik hem even opschrijven. Hoe had u hem genoemd? Schimbeen peesvlies ontsteking. Schimbeen peesvlies. Dat is een mooi woord voor de scrabbles, hè? Ja. Als je die op 2 keer woordwaarde neerlegt, dan zit je wel gerampedampt, dacht ik zo, hè? Uit, hè? Ja. Mooi, maar ik heb hem hier genoteerd. Weet u wat ik met u ga doen, mevrouw? Ik weet niet. Ik ga u eens even lekker onderzoeken. Daar hebben we nou gewoon zin in. Ik ga u eens even lekker onderzoeken. Ik stop even de handjes in de broodrooster en dan ga ik er weer zo lekker onderzoeken. Als u hier in de kleedkamer, als u even uit mag, u kan uw kleren op de mijne leggen, hoor. Komt u maar, hoor. Daar, ik ga u lekker onderzoeken. Het lijkt me beter als ik terug was, andere dokter er weer eens, hè? En u? Dat het me beter lijkt dat ik terugkom als de andere dokter er weer is. Want volgens mij bent u knettergek. Oh, maar die andere kan wel even duren. Die is ja, u kan me wat. Goedemorgen. Hallo, mevrouwtje, mevrouw. Mevrouwtje, dat kan wel even duren. Wat bedoelt u? Ik weet niet waar die is. Hij is er. Maar de dokter moet toch komen? Ik begrijp ook niet waar die blijft. Nou, dan blijft hij wel niet lang, hè? Daar komt hij net. Ah, mooi. Ik zie u nog wel. Mocht hij vochtig blijven, even met de vuur. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Goedemorgen. Gaat u hier maar even.